Als je echt de keuze maakt voor je eigen carrière en je wilt daar ook nog kinderen bij hebben, dan moet je met jouw partner hele goede afspraken kunnen maken. En als ik naar mijzelf kijk, dan hebben wij dat in de tijd zo kunnen doen. Want het feit dat ik als wethouder me heb kunnen ontwikkelen en nu in de functie van burgemeester zit, heeft wel betekend dat mijn man een deel van de zorgtaken voor ons gezin voor zijn rekening heeft genomen. Nu zijn onze kinderen volwassen, hebben een eigen toekomst en die bouwen een eigen carrière op. En wat ik nu zie, is dat bij mijn dochters ook die worsteling er komt. Tot straks, hè? Ja, hallo, wat aan de hand? Zo'n dak van de provincie. Ja, dat weet ik, hoor. Ik had ja. Ja, nul man. Ja, nou ja, goed, ik handel zoals ik ben. Dus ik probeer ook gewoon. Ik ga mezelf geen geweld aan doen, laat ik het dan zo zeggen. Dus ik ben gewoon een vrouw. Dus als ik iets. Als iets op mijn weg komt, dan zal ik het op mijn manier benaderen. En er zijn mensen die zeggen, die vinden mij best een harde bestuurder. In de zin van, ik wil gewoon knopen doorhakken. Maar ik denk dat ik ook die kant heb van de zorgzaamheid. En er zijn voor mensen op het moment dat het nodig is. Maar volgens mij maakt dat niks uit of je nou man of vrouw bent. Dat heeft echt met je persoonlijkheid te maken. En u bent eigenlijk de uitvoerder. Ook heel hartelijk gefeliciteerd. Misschien mag ik het aan u geven. Ja. Voor de foto ook. Dus dat zijn de belangrijkste wijzigingen. Dus ik zou het. Mijn voorstel zou zijn om het op die manier. Het college vast te laten. Ja hoor. Ik zou het gewoon zo doorsturen. Ja? Ja goed, en mocht het zo zijn dat er nog op men nog wil amenderen, dan horen we het wel, hè? Ja. Dan merken we het wel. Maar wat u betreft heb ik denk met die wijzigingen wel de essentie te pakken. Ik denk het wel. Toen we zo bezig waren, toen dacht ik, hoe ga je dit nou verder inpakken? Maar dit is het volgens mij wel. Oké. Okay. Ja? Nou, dan ben ik blij om te horen. Oké. Okay. Dat is mooi. Goed, daar ga ik nu ook naar binnen. Ik heb wel een gesprek gehad toen ik hier aantrad met een collega burgemeester. En zij zei toen, je moet liefde aan je gemeente geven. En dat is wel echt in mijn hoofd blijven hangen. En dat vind ik ook, dat is eigenlijk wat ik ook bedoel. Gewoon besturen met gevoel. In ieder geval van harte proficiat en ik doe dat zeker. Ook in mijn hoedanigheid als voorzitter van de West-Brabantse vergadering 19 gemeenten. Wat ik eens zeg, je bent zo mooi, zo niet zo lekker, ja. Precies wat ik wil hebben, precies wat ik wil hebben. Nou, ja, hartstikke bedankt. Heel goed. Even tegen hem zeggen dat ze. Ja? Prima, ja. Je herkent ze wel, want hij zal zijn. Uw bezoek is aanwezig. Ja. Wat ik ook heel belangrijk vind, en wat ik ook wel merk bij jongere vrouwen, laat ik dan maar zeggen, de vriendinnen van mijn dochters, die zich echt ook oriënteren, ook politiek, ook bestuurlijk, maar die dan ook wel. Bij mij een keer de vraag hebben neergelegd. Ik zou best de ambitie hebben om op termijn zo'n functie in te vullen. Maar ja, hoe moet ik dat aanpakken? En die zitten dan best wel op behoorlijke functies al. Gewoon in hun dagelijks werk. En dan geef je ze tips, sluit je aan bij een politieke partij. Het moet wel een partij zijn waar je natuurlijk affiniteit mee hebt. En verder, je moet je toch gewoon proberen te profileren in dat openbare bestuur. Want als je dat niet doet, dan denk ik dat die kans niet zo groot is. Nou, ze hebben goed voor ons gezorgd in ieder geval. Ja, ze zijn net aan de avond, mag je zitten. Ja, maar ik heb vanwege de complexheid heb ik ervoor gekozen om hier te vergaderen. Dus hiermee is de vergadering geopend. Ik heb net even met de griffier de agenda doorgenomen. En wat mij het handigst lijkt is dat we toch maar even gewoon de agendapunten langslopen. Ja.
Het is inmiddels 7:30 geweest. Ik heet u allen zeer hartelijk welkom. Kijk, als ik naar deze gemeente kijk, qua structuur lag het allemaal niet zo eenvoudig, ook bestuurlijk. En ja, ik heb dat toch op mijn manier gedaan. Ik heb heel erg in de diepte geïnvesteerd, heel erg in mensen. En ja, ik denk dat dat ook de manier is. Maar of dat nou een vrouwenmanier is, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, en ik denk dat het daar ook om gaat, hè. Het moment dat het ertoe doet, dat je er dan ook echt bent.